Ja. Ook is het een troll, ik weet dat het een troll is. Ik weet gewoon dat het een troll is. Niemand heeft ooit wat aan de neus betaald. Dankjewel, Gerben. Je kan het er ook niet meer uithalen. Hey kijkers van Minecraft Streams, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe TNT Service Firewall. Zoals jullie kunnen zien is de hele markt open, stal zijn ze er achteraan aan het bouwen. Ik kan niet eens normaal hier rondlopen, ik kan niet eens normaal mijn marktkraam indelen, ja. Omdat het gewoon belachelijk druk is. Ja. Ik ben bang dat we de bovenkant ook al meteen moeten gaan openen. En beneden ook, Lars. Ik wil toch een beetje de general spullen gaan verkopen en inkopen, of course. Gaan we voor wood of gaan we voor planks? Ik zou zeggen dus de stammen. Wood en planks. Kan ook, hè? Ja. Oké, cool. Want ze zijn general store, dus we kunnen gewoon eigenlijk alles verkopen wat handig is. Hier is wat mensen willen hebben. Wat voor groenten gaan we verkopen dan? Ja, gewoon weet ik veel. Appelswortels. Appelswortels. Ik weet niet wie dat bordje heeft neergezet. Ik ook niet. Geen idee. Thank you. Ik denk dat ik even de mailbox moet gaan checken. Dus beneden. Oh, nou ja, dat zou ik beneden toch doen. Waarom mag ik dat niet doen? Ja, je mag wel. Je mag best even kijken, maar ik denk ja, niet dat... Ja, maar moet je er maar weer niet mee, potverrepielekes. Even kijken. Ja, hij is al gefilterd, dus... Hij is al gefilterd? Nice. Oké. Okay. Gerben is er ook bij. Gerben die vroeg... Yo. Lars, wat doe jij beneden? Ga eens je werk doen en ga eens al die bordjes goed maken. Goed zo. Nee, hoor. Ja, maar ik weet niet... Ja, wacht. Ik ga even naar beneden chillen, ja? TNT City, kijken hoeveel emeralds diamonds, emeralds. Rommel, ja, nog meer rommel. Oeh. Rommel staat hier. Ik ga gewoon... Ja, die bordjes heb ik geplaatst. Oh, jee. Maar kijk, hier zitten de boeken in. Deze. Oh, deze hier. Ja, oké. Okay. Echt enorm veel. Wacht even. Huizen die nog gebouwd moeten worden. En verkooplijsten plots slash towns. Oké, maar wacht even. Waar hebben we een nette kist dan? Niet de rommelkist? Of gooi je gewoon alles... Hier zitten de boeken in van mensen die een plot hebben willen nog hebben. Oh ja, dat snap ik, maar je fits zijn awesome. Fits is de koud van je door PV. En nog wat vlees als president? What the fuck zit er allemaal in, joh? Wat? Hier staat Genesis, the best town ever. Oké, GG. Zullen we hier ook even een shift in gaan maken, jongens, in deze kisten? Dus dat we hier ook even wat... Even kijken, wat is dit? Town die een plot hebben, towns die een plot hebben. Oké, maar dat is toch vanzelfsprekend. Zullen we een kist maken even dat we de spullen vanuit deze kisten... Dus die rommel... Oh, wacht, er is genoeg plek, laat maar. Jezus, er zit nog best wel veel stuff in. Jeetje. Wat is er? Ja, moet je bij de voordeur kijken, man. Nog steeds zoveel gezellig? Nou, ik denk dat het wel steeds erger is. Zes jong bammetje, what the fuck. Wow, er staan nog best Holy wel veel shit. Plotboeken. Deze moet je echt eens gaan kijken. Ja, iemand heeft vast gezegd waar we zijn, denk ik. Ja, oh, denk ik weet je waar we veel geld voor kunnen vragen, Lars? Nou. Slime blocks. Ja, we hebben echt heel veel van die dingen, ja. Yep. Maar er zijn wel shops die redstone, of redstone spullen, waaronder slime blocks gaan doen. Dus ja, misschien maar je een beetje... Ja, van je boeken gekregen, volgens mij. Ja, ik heb Apple Store, iemand wil een Apple Store maken. Apple Store. Oké, wacht, ik ga even de boeken lezen. Ja, ik heb hier vier boeken. Deze moet hierin dan, dan moet ik even deze hebben. Bouwbureau. Een bouwbureau, dat je dan geld vraagt en dan ga je voor mensen iets bouwen. Maar van wie is dit boek? Hoe kan je zien van wie dit boek is dan? Dat is gewoon assigned. Luc van Dijk, YouTube. Dit vind ik wel leuk, een bouwbureau. Wat vind jij daarvan? Die kunnen wij dan ook weer extern inhuren. Ik vind het een vet idee. Een bouwbureau, zo. Bouwbureau. Even kijken, ik heb hier een plot voor Kingsteak. King of Steak, unexpected. Wij willen graag plot. 20 en 21 uur of 28 en 29. Mag natuurlijk ook 1, maar liefst 2. Wij betalen 5.000 meer dan moeten wij willen graag handelen in diamanten ores en emerald ores, et cetera. En in gewoon normaal dia's met vriendelijk groek handelaar King of Steak. Oké, wil jij dit gaan doen? Oh, no shit. We moeten alles nog helemaal na gaan checken. Iemand wil plot 7 kopen. Van wie is plot 7? Van mij. Ah, dat kan niet meer. Hallo Vincent, ik zou graag plot 7 kopen aan het plein. Tories had ook al een boek geschreven, maar eigenlijk moet hij dan op mijn naam. Alvast bedankt, groet Jeroen Owens. Sorry. Anders gaan we nu zo'n plot in de verkoop zetten. Even kijken, aankoop. Beste Vincent, wij Bouwkie 12 en Sietske willen graag plot nummer 66 kopen. We willen graag zelf een huisje bouwen als dat kan, dus voor 5.000 als ik het goed begrijp. Wij zijn van plan om enchanted pickaxe te
verkopen of redstone spullen. Jij mag het weten, wij hebben helaas geen town. Ik weet niet als dat per se moet, maar wij krijgen hopelijk snel antwoord. Groetjes ons, grotjes ons. Kijk, deze is ook nog wel leuk, nu naar je toe gooien. Het punt is dat alle plots aan het hoofd... Beste TNT-marktleider, wij als Vertreks willen graag een plekje op het plein kopen. We willen graag handelen in houtsoorten, saplings en bouwblokken. Volgens mij is er nog niet zo'n shop. Ik hoop snel van u te horen, met vriendelijke groet. Angelina TFD. Wil jij dit regelen, Lars? Deze? Ja, dat vind ik een goeie. Die is wel leuk. Ik bedoel, dat ja. is toch iets dat leuk is. Even kijken. Het volgende. Ik was even hier doorheen aan het spitten. En holy shit, er zitten echt ziek veel diamonds in. Nee. Oh ja, en op mijn plot zit ook nog een donatie. Ja, diamonds. Daar halen we die diamonds. Die gaan we allemaal in onze eigen shop verkopen. Ja, daarom. En emeralds. Emeralds, TNT, iron blocks. Er ook heel veel iron blocks in. Snow, dat is ook wel handig. Oh, redstone en lapis moet ook nog. Ik heb nu die hele shop. Ja, redstone gaan we niet verkopen. Ik denk alleen lapis. Waarom geen redstone? Omdat er heel veel redstone shops komen. Ja, dus? Je kan toch gewoon redstone blokken verkopen? Ja, is toch maar super handig? Mensen gaan het sowieso goedkoper doen dan wij. Dus mensen gaan... Kijk, ja, als maar... Het... Ja, maar misschien willen ze het hier wel halen. Ik zou gewoon redstone verkopen. Je hebt het. Ja. Maar er is geen plekje. Ja, ik maak wel een plekje bij. Ja, lapisblokken. Redstone zat toch? Ja, klaar. Niet moeilijk doen. We moeten een command krijgen dat je gewoon slash blok kan doen. Dat vind ik zo handig. Dat hebben we bijvoorbeeld wel op de Skywars server. Dat is echt super handig. Doe je gewoon slash blok en dan maak je automatisch een blokken van. Dat is wel vet. Is dat handig of handig? Super handig. Lars, je verkoopt nu hier onder het aantal spullen, hè? Dus de oors. Waarom is lapis oor duurder dan fucking diamonds? Je ziet toch dat er, kijk, dat staat een getalletje bij. Oh. Hier staat 64 keer lapis oor kost dat en hier staat 1 keer diamond. Waarom doen we hierboven gewoon geen kisten met blokken erin? Ja, dat kan ook. Ja, er gewoon bij doen. Zullen we dan... gewoon zo doen? Zo. Oh fuck, dan hakken we de muur eruit. Hé, hey, er is iemand binnen! Wat? Hoe dat dan? Nee. Enderpearl. Enderpearl. Ja, kijk dan! Oké, die zet ik even weg. Wat? What the fuck? What mate? Even kijken, wat stond daar voor blokje? Ik heb iets gesloopt, spruce, maar ik weet... Heel spruce, heel spruce. Ik doe gewoon zo, klaar. Maar ja, het staat... Deze moet weg. Wat doe je? Die moet niet weg! Dan moet ze deze. Weet je dat zeker? Kijk maar aan de andere kant. Je hebt gelijk. Zo, dan doen we de kist erboven en daar doen we de blokken in, ja? Oké, ik heb nog... kist. Mag ik zelf hier wel diamonds in stoppen? Ja, toch? Ja, altijd diamonds ingooien, ja. Want ik denk dat het best snel... Oh, kerstdagen shit. Namens TDT. Wat is er? Simon, ja, ik weet niet of je die kunt verkopen, die kerstdagen dingen. Nee, die heb ik er niet in. Heb ik ook niet in. Ik heb gewoon diamonds alleen, hè. Rustig. Simon, heb jij nog trap chesten toevallig? Ergens met down wel ergens. Oh. Oh my god, we hebben zoveel iron... ik heb fucking veel iron ingots. Hoeveel iron ingots kunnen we verkopen? Kist dan. Daar, zoveel heb je nodig. Ja, twee nou, stacks, slim. En dat is gedespawned. Dit set, die stack iron is gedespawned. Yo. Echt goed getimed van mij een keer. Ja, en gewoon een aantal, Simon. Genoeg. Kijk hoor. Moet je nog meer hebben? Je hebt nog wat in de tank. Ik zou wel wat... Ik bewaar wel één stack iron blocks, ja. Dan kunnen we die in iron blocks doen. Ja. Daarnaast je. Zo, de UA. Oh, we moeten slimes verkopen, jongen. Ik denk dat die fucking veel waard zijn, slimeblokken. Ja, die zijn best veel waard, ja. Hallo! Ja. Hallo! Ja, er zijn slimes Hallo. Spawners op de server. Ik wil zeggen, er zijn inderdaad slimes spawners op de server, hè, Vincent? Ja, oké, maar alsnog? Maar ja, die zijn wel aardig. Moeten we die wel graag hebben, denk ik. Zo, nou, diamondblocks zijn Ja. We kopen ze in voor de helft en verkopen ze voor dubbel door. Ja, nou, kopen we ze duurder in dan wat je op de spawn krijgt? Nee, B is buy. Dus je moet het zien als dat je naar deze bordjes toe loopt. Die B staat voor buy. Dus mensen kunnen hem kopen voor 900. Ja, dat zeg ik. Maar verkopen wij ook duurder in dan de spawn? Nee, volgens mij kun je hier goedkoper dingen verkopen. Nee. Ja, dan bij TDT City en zo. Of nee, voor meer. Ik weet niet zeker. Ik kijk. Ik vind het helemaal mooi. Prima. Ik vind het helemaal mooi. Waar kan ik al mijn spullen in doen? Lars? Ja? Ik heb blokken. Ja, die moet je hier gewoon in de kist boven... Hebben we al wel wat kool? Nee. Oké, Moet je hebben kool? Nee, ik heb al wat kool erin gedaan, zo. Hop. Kijk, zo zit genoeg. We hebben echt zelf ook vet veel spullen, hè. Dus nu hebben we alleen deze kant ingedeeld. Nu moeten we hier ook nog een groentetuin indelen. Groentetuin? Ja, hier. Groente, daar staat groente. Hé, ik heb eten. Oh. Ja, groente, ik heb dat niet bepaald. Ik zat te denken om bomen neer te zetten daar. Ja. Kom, nou, dan zou ik dat doen. Wij zijn er echt heel veel mensen die bomen hebben. Trouwens, ik moet even iemand inviten. Slash, en, add, en dan? Dan Dome City. Ik zal wat typen in de chat. Domes. Oh, fuck. Wie? Rustig. Nee.
Oh nee, ik ga naar 10. Dome City. Kijk, doe ik even 6 accept, dan boom. Ah, ik zit gewoon bij. Je moet trouwens wel 100.000 nation geld betalen bij je eerste join. Ja. Ja? Oké, ik zal even kijken hoeveel ik de toonbank heb. Oh, makkelijk. 6 doe ik en deposit en dan toch 100.000? Ja. Ja. Oef. En NC is nation chat, of niet? Ja. Oké, is het een troll? Ik weet dat het een troll is. Ik weet gewoon dat het een troll is. Niemand heeft ooit wat aan de neus betaald. Dankjewel, Gerwin. Je kan het er ook niet meer uithalen. Dat is aardig. Hij kan het er wel afhalen. Echt? Oh, ja, ik had, ja. Hij heeft OP, dus. Maar dat mag ik niet. Oh, flower. Oh, jezus. Er zit echt in één keer weer heel veel... Wat oh in deze bank. Vind je God, gek? Weet je hoeveel boeken in dat ding zitten, man? Iedereen wil plot 7. Iedereen vraagt serieus plot 7 aan. Ja, maar die kan niet meer. Zo, dan weet iedereen ook die de video kijkt. Alle plots aan het hoofdplein zijn verkocht. Weet je wat? We gaan gewoon zorgen dat gewoon zo snel mogelijk, als je deze video ziet, dat we gaan gewoon random plots openbaar zetten. Weet je wel, je moet gewoon... Ik vind gewoon online zijn en dan moet je net de mazzel hebben dat je hem claimt. Vind je niet? Ik ga gewoon een gedeelte van... Ik ga gewoon een plot van mij verkopen, eentje. Maar dat twee voor een heel hoog bedrag. Dan kan je, we moeten even een reglementenboekje krijgen. Ik vind dat je daar problemen mee moet kunnen krijgen. Gaan we geen redstone verkopen, Lars? Past er niet meer bij nu, maar ik kan er daar nog wel een kist bij zetten. Dat gaan we zo doen, hè? Niet zo zeuren. Nou, rustig! Zeg jij ook altijd tegen mij? Ja, dat is waar. Maar Vincent, in verband met de economische crisis... dan kan ik misschien eventjes 75.000 terugkrijgen in verband met de crisis en zo. Crisis. En de vaste lasten en zo. Nou, vooruit, je mag het eraf halen, ja? Yes. Even hier komt Lars, dit is niet echt heel slim ingedeeld, hè? Nu kan dat ding niet wel, Simon. Ja, nu wel. Ja, dat heb ik niet gebouwd. Zo, nu wel. Zo, ja. Nu werkt het. Oké, hop. Hier komen, je, overal waar de dingen staan, doe je de blokken boven, ga ik vanuit, hè? Mm-hmm. Hey Vincent, je kan alleen ook pumpkins gaan verkopen. Ja, dat is ook een goeie. Ik heb toevallig een autoform ervan staan in mijn town. En een melonform ook automatisch. Wacht even, ik ben even aan het denken waar ik wat wil hebben. Hier komen de coalblocks in. En hier komen de ironblocks in. Ik zit even te fixen, joh. Dit is echt lastig. Maar ik begin vast steeds Emerald, beter te snappen. Gold? Maar waarom staat hier 4 keer gold? Of lijkt het nu aan mij? Ja, er staat te vaak gold. Maar daar kan ik een redstone van maken straks. 1, 2, 3, 4 keer gold. Nou, nice gerekend, Lars. Nou, dankjewel voor Lars, hoor. Nou, dit is 1 en dit is 10. Lars be like, fuck, kom hier met je gold. Lars wil een gouden tandenbitje, denk ik. Ik kan niks kopen. Oh shit, ik heb een emerald gekocht. Dankjewel. Oh ja, dat is nice. Je mag ook alweer verkopen, hoor. Ja, en dan maak je winst. Ja, tuurlijk. Duh. Oh, wauw. Ik heb een type fout gemaakt. Dan kun je bij Dutch Tammers kopen. Ja, ik alleen bij Dutch Tammers kopen. Nice, oké. Okay, even kijken. Lars, we moeten even gaan kijken. Alweer, ik ben nu bezig. Mensen, laat in de reacties achter wat jullie vinden dat wij moeten gaan verkopen in de winkel. Ik denk dat het beste is. Het is... We zijn wel een general store, dus ik wil gewoon van alle markten thuis wil ik wat verkopen. Geen potions. Nee, maar ook geen eten bijvoorbeeld. Maar even kijken. Nee. Ik zit wel zo van hout, redstone dingen. Dat kan op zich kunnen we er best wel op zich in mieteren. Ook een beetje de wat moeilijkere blokken zoals sneeuw en... Wol, dat moet je gaan doen. Dat is moeilijk te krijgen. Zo'n gekleurde wol. Nee. Ja, dat is een goeie. Of gekleurd glas. Maar wol is nog moeilijker. Wol is moeilijker, want ik kan geen dier houden. Oké, okay, nou ja, cool. Laten we dat gaan doen. Ik heb hier in ieder geval wel bijvoorbeeld sneeuw. Is een lastig blok. Sea lanterns. Vuurwerk staat niet zoveel voor. Of tempels. Die blok uit een tempel. Ik heb, Prismarine. Ik heb hier wat eten voor je, Simon, waar jij misschien wat aan hebt. Wat voor eten? Bone meal, dat soort dingetjes, weet je wel, Lars. Bone meal, ja, bone meal, bones. Ik bedoel, iedereen heeft 2 stacks bones in de kist van een town zitten. Nee, dat weet je niet eens. Dus soms heb je zoiets van, ik wil snel bijvoorbeeld iets maken of zo. En dan krijg je dat. Hier, Simon, dit krijg je is voor jou. Kijk, alsjeblieft. Zo. Misschien zaadjes of zo van meloen, et cetera. Nou, of is dat voor Maar dat doet dan Simon. Ja, dat is denk ik voor Simon dan, of niet? Dus ja, we moeten daar even goed iets in bedenken, ja? Ik denk dat het wel uitkomt. Urk City. Zo, hoppatee. We hebben in ieder geval genoeg boekjes. Hoe staat het met ons Diamond Iron dingetje? Bijna klaar, alleen de redstone. Moeten we onze eigen voorraad... 10 redstone, hoeveel zou dat waar kunnen zijn? Ik heb geen idee. 10 redstone? Ja, je vindt het snel. Je hebt maar heel snel een redstone blok. Redstone blokken erin, zo. Hop. En nog een halve blok erin.
En dan doe ik daar gewoon redstone en zo ook. Nou, dan kan je hier in ieder geval een heleboel mineralen halen. Dat is altijd wel super chill om te hebben, vind ik persoonlijk. Want dat, ja, dat kan je nooit te weinig van hebben, zeggen ze altijd zo. Maar het lijkt me ook wel handig om een bone meal en een bone kist te maken. Sneeuwblokken, slimeblokken. Ik denk dat we dat moeten gaan doen. Mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. Laat onder in de reactie. Ik ben heel benieuwd wat jullie erin willen hebben. Hopelijk druk je erop het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, Steurs. Mocht je dan gaan bij Superheld. En zeg ik tegen jullie mensen, tot de volgende keer. En ciao! Yo!